Yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Yo boys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij eventjes een lekker potje Black Ops 2 spelen op de map Hijacked. De vorige keer heb ik Advanced Warfare gespeeld. Sommigen vonden dat leuk, sommigen vonden dat niet leuk. Heel veel mensen wouden Black Ops 2 zien, dus vandaag gaan wij lekker een potje Black Ops 2 spelen. En we worden meteen gecollateraled. Dus het begint al helemaal perfect. We gaan lekker Black Ops 2 even spelen en... Zijn nu al snipen, oké. We gaan lekker Black Ops 2 spelen, we gaan even lekker kijken wat voor potje wij neer kunnen zetten, wat voor score wij neer kunnen zetten. En laten we hopen dat we een lekker potje kunnen neerzetten zonder al die shock charges. Super irritant, ik wist niet dat mensen er nog steeds mee speelden. Dit is ook mijn aller... Ik zeg ook eventjes alvast, dit is mijn eerste Black Ops 2 potje, slash mijn eerste Call of Duty potje voor vandaag, of van vandaag. Dus... Als ik niet zo heel goed ga, dan weet jullie dat. Ai, shit, wat had die gozer bijna, man. We hebben alvast een UAV binnen. Maar dit weten jullie dat alvast. Dat mijn 1 nog niet helemaal lekker loopt nu. Gaan we even kijken, want we hebben nu een UAV. We moeten eventjes gewoon lekker kunnen killen. Nou, als mijn teammates dan ook nog UAV's kunnen halen. Echt, jongen. Super irritant dit, jongens. Gebruik alleen maar shock charges. Ik kan me er echt van opwinden, jongens. Echt waar, normaal. Oprotten. Ik ga eventjes in try-out mode, want ik wil echt even serieus een lekker potje neer kunnen zetten voor jullie. Zodat jullie daar weer lekker van kunnen gaan genieten. Maar ik weet nu niet waar ze zijn. En ze zit gewoon achter mijn rug, jongens. Jongens, kom op, waar moeten jullie vies halen? Er zit gewoon een sniper daar, hè. Jullie lopen er gewoon langs. Ga dan niet proberen te nijven. Kom op, gast. Oh, ik kan me zo irriteren als mijn teammates zo mongolisch gaan doen, hè. Oh my god, dat bedoel ik dus, maar aim is echt scheid. Oké, lekker. Kom op. Kom op, teammates, haal nou even een UAV of iets. Ga nou niet knijven, dat helpt niet. Op dit spel. Nou, fuck sake. Rob op met je shotgun. Kom op, jongens, erop af! Niet wegrennen voor de waarheid. Kom, kom, kom. Kom op, man! Teammates, jongen. Ik kan me echt zo zwaar irriteren aan teammates die zo mongolisch gaan doen. Hier zit een sniper. Die gaan we even pakken, ja. Dankjewel. Pakken we even zijn sniper op, zodat we ze even van afstand kunnen snipen. Daar zit er één. Ergens, daar in het midden. Sorry als ik een beetje stil ben hoor, maar... Ik kan natuurlijk even een relaxed potje neerzetten. En ik probeer even een beetje te kijken waar ze zijn, man. Want mijn teammates halen geen UAV's. En ik moet die UAV's alleen maar halen voor ze. Als ik een beetje aan het campen ben, sorry, maar... Ja, oké, dat bedoel ik dus, jongen. Super irritant. Mijn teammates halen ook geen UAV's. Kan ik ook niet zien waar ze zijn. Oh ja, en nu haal je een UAV, hè? Kut. Jongen. Ja, dat dacht ik al. Ik had beter aan moeten kijken, man. Fuck. Ik ga gewoon even doorheen spelen, hoor. Fuck die shit. Ja, hier teammates, jongen. Pak gewoon... Pak ze gewoon op, hé. Kom op, man. Nee, even serieus. Oh, ik kan hier zo fucking slecht tegen, hè, als ze zo slecht gaan. Hier, hoeveel staan ze? Ze lopen alleen maar mongolisch te knijven en ze lopen alleen maar mongolisch te snijpen. Als je niet kan snijpen, dan ga je niet snijpen. Hier, en jij... Oh my god. Jij was die knijver. Rot op. Oh, ja, ik weet nu maar nooit waar ze zitten, jongen. Ik zweer het je. Ze kunnen overal opeens zitten. Zo. Dikke voice crack hier, hoor. Nu loopt hij met zijn knife te lopen. Hij zit hier sowieso. Oké, en weer een shock charge. Kunnen jullie ook een keer kappen met shock charge? Probeer hem nou niet te knijven, jong. Hier, deze... Waarom ga je shock chargen? Ben je zo mongol dat je me niet eens normaal van mijn rug... Oh my god. Oh. Jongens. Ik word gewoon random geraakt door iets. Oké, mooi. Top teammates. Oh, fuck off. Die zag ik dan wel weer. Ga niet knijven. Gaan we proberen tenminste enemies te knijven. Oh ja, voor de mensen die dachten dat daar een scuff jump was. Ik gebruik nu niet een scuff controller. Ik gebruik nu een normale controller. Ik gebruik geen dark, ik gebruik nog niks. Want mijn scuff controller is naar de Filistijnen gegaan. En we hebben alweer bijna gewonnen. Dat is wel relaxed.
We winnen tenminste wel, daar gaat het om. Oké, en nog een laatste kill door de muur. Ook als final kill. We hebben tenminste kunnen winnen met een score van 28-13. Nou, ik vind dat goed genoeg voor mij doen. En ja, hier nog even een mooie final kill cam. Die kan de geschiedenisboeken in. Jongens. Oh, dat maakt niet uit. Anyway, ik ga hem hier afsluiten. Mochten jullie dit leuk vinden, laat dan even een blauw duimpje achter hier beneden. Laat ook even meteen een reactie achter wat jullie, of jullie dit leuk vinden natuurlijk. En of jullie dit vaker willen zien. Jullie mogen ook eventjes kiezen of jullie ook de volgende NW3 willen zien. Of weer Advanced Warfare of een andere Call of Duty zoals NW2 of weet ik veel wat. Laat even weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Later jongens.